Maar goed, dus Julien van Baan is zo'n verschrikkelijke truthola die dan vindt dat we moeten herdenken en erkennen en excuses aanbieden. En ik zeg bij deze, wat kan ik eraan doen? Nee, maar serieus, wat kan ik eraan doen? Nee, maar wat kan ik eraan doen? Wat kan ik er nou aan die slavernij doen? Ik heb nooit slaven gehad. Nee, maar je kunt nog sorry zeggen. Voor wat? Wat ik niet heb gedaan? Ja, Nederland kan toch excuses aanbieden? Ja, maar dat is al hartstikke leuk en aardig. Dan moet je excuses aanbieden en zeggen ze, nou, hartstikke mooi, dan krijgen we nu 28 miljard voor jullie. Dat moet je natuurlijk helemaal je hele leven nooit doen. Omdat je dus, wij moeten dan gaan betalen wat mogelijk onze voorouderen heel ver eeuwen daarvoor heeft gedaan. En niemand weet zeker of mijn voorouders dat hebben gedaan of de jouwe. Nou, de jouwe zeker niet. Want die zaten toen nog waarschijnlijk in de aarde te vroeg tot hier in het poepgat waar jij vandaan kwam. Nou, die hadden geen slaven hoor. Nee, dat waren van die turfstekers. Van het hele arme volk waar niets aan had. Dat. We zaten in het textiel. Oh, pittig. Mooi. Ja. Maar goed, daar gaat het even niet op. Waar het wel om gaat is dat die Nationale Vrije Dag, een feestdag, vanwege de slavernij. Ik heb er een beetje moeite mee. Want weet je wat het is, lieve Dennis? Als je een beetje geïnteresseerd bent in slavernij de wereld rond, zou het zomaar kunnen zijn dat de kans groter is dat wij afstammelingen zijn van slaven dan van slavenhandelaren. Want de meest tot slaaf gemaakte ras is het blanke ras. Dus dat is juist het vreemde. Dan zeg je, maar gaat het dan om de slavernij in het algemeen? Nee. Het gaat dus precies over de transatlantische slavernijgeschiedenis van Nederland. Dus precies dat stukje. Maar die hele slavernij, dat was een multicultureel spektakel, hè? Want de ene donkere stam, die viel dan een andere donkere stam in Afrika aan. Die namen ze dan gevangen. Die verkochten ze aan Arabieren. Die Arabieren lieten ze dan door Nederlanders verschepen naar Amerika. Dus het is niet zo. Maar het is wel, maar hoe kan het dat in die tijd die mensen al trans waren dan? Nee, ze waren niet transseksueel. Trans, Atlantisch. Atlantisch is natuurlijk dat ze uit die streek komen, maar trans is toch dat je dan al deels, ja. Ja, transatlantisch. Atlantisch is dat bij die Atlantische Oceaan. Het zal wel die landen eromheen zijn. Nou, ik heb te weinig. Transatlantische handel. Transseksuele slavenhandel zie jij hierin. Waar staat trans voor dan? Oh mijn hemeltje. Oké, nee, maar ik wil het best fout hebben, maar dan moet je me wel vertellen waar trans voor staat. De transatlantische slavernijgeschiedenis, dat gaat dus over dat heen en weer vervoeren van transport. Slaven. Transport. Trans van transport. Ja. Ja? Ja. Ja. Transport. Is het wel of geen transport? Nee, het gaat erover dat die van Afrika over de Atlantische Oceaan naar Amerika zijn gebracht. Ja, dus dat is transatlantisch, dus over de oceaan. Ja, dus trans van transport. Over de Atlantische Oceaan. Ja, in ieder geval niet van transseksueel, dat klopt inderdaad. Nee, nou. Zou je toch ongelooflijk zeggen, heb je allemaal van die Jesse Maya's in je boot zitten? Ja. Dan heb ik dat ze allemaal overboord geschopt. Nee.